Hoi allemaal, vandaag een klein receptje voor lime curd. Het is eigenlijk hetzelfde als lemon curd, maar dan met limes, dus met limoenen in plaats van citroen. Wat hebben we daarvoor nodig? 200 gram kristalsuiker, rond 15 gram ongezouten roomboter, schil van 3 limoenen en die heb ik hier in een glazen kom. En die gaan we au bain-marie smelten. En dat duurt op zich niet zo heel lang. Zorg wel dat je gewoon gekookt water, of dat je water kookt wat in het pannetje zit. Want het is een kwestie van roeren totdat alles gesmolten is. En voordat we dan verder gaan, wil je wel dat alle suiker is opgelost. Want anders proef je dat straks terug in het eindproduct. En zo'n korrelige suiker, die suikerkorrels smaken heel korrelig. Dus je moet er echt voor zorgen dat die gewoon goed gesmolten zijn. Als jullie zien is de boter gesmolten, maar het is dus nog best wel korrelig van het zand. Dat is dus niet wat je wil, dus je blijft nu gewoon doorroeren tot de suiker helemaal is opgelost. Nou, als het dan eenmaal zover is, dan gaan we naar de volgende stap. Check in de tussentijd wel altijd even of je nog genoeg water in het pannetje hebt. Zo niet, vul het dan gewoon aan. Niet met koud water, doe het gewoon met gekookt water uit de waterkoker. Dat is het makkelijkst. Dan gaan we limoensap toevoegen. En dit is het limoensap van ongeveer 3-4 limoentjes. Het moet in totaal 130 ml zijn. Heb je nou niet, hou je nou niet genoeg uit je limoentjes, kun je het altijd aanvullen met gewoon zo'n flesje. Het maakt voor het eindproduct helemaal niet zoveel uit. En qua smaak maakt het ook niet uit. Dus dat mag erbij. Dat roeren we heel even door. Tot het goed gemengd is met de suiker en de boter. En de volgende stap is twee geklutste eitjes. Gewoon even losgeklopt. Die mogen er dan ook bij. Let wel, blijven roeren, want je wil geen roerei. Dus zodra je het ingiet, het is natuurlijk kamertemperatuur, een stuk kouder als wat in de kom zit. Dus doe het erbij, maar roer gelijk door. Anders gaat het ei gelijk stollen. En dat wil je natuurlijk niet. Nou, dit is eigenlijk alles. Nu is het een kwestie van heel veel geduld hebben. Het moet nu gaan indikken, dus je blijft gewoon continu roeren. Tot het uiteindelijk de dikte heeft van een yoghurt ongeveer. En dat duurt ongeveer 25 minuutjes. Wat ik zeg, blijf vooral gewoon roeren. De hele tijd. En je moet gewoon geduld hebben. De eerste 10, 15 minuten ga je echt denken van, oh, dit wordt echt gewoon niet dik. Maar uiteindelijk komt het goed, geloof me. Het wordt vanzelf dikker. En je kunt natuurlijk ook lemon curd bij bijvoorbeeld Albert Heijn of de Jumbo kopen in van die potjes van Shivers. Als je dat zo uitspreekt. En die zijn ook super lekker, maar geloof me, als je het ooit één keer zelf hebt gemaakt, dan ga je nooit meer die potjes kopen. En je kunt natuurlijk ook variëren met smaak. Hè? Je hebt, voor zover ik het in de supermarkt heb gezien, heb je alleen lemon curd in potjes. Maar ik maak nu de lime curd. En je kunt het natuurlijk ook met sinaasappel doen. Of misschien zelfs ook met grapefruit. Ik denk dat je met alle citrusvruchten wel, het wel kunt proberen. Dus nu gaan we roeren tot het dikker wordt. Nou, we zijn inmiddels 20 minuutjes verder. Hij is een stuk ingedikt. Is die bij jou na 20, 25 minuutjes nou nog niet helemaal ingedikt, kan je hem ook iets langer laten. Maar hij wordt ook nog dikker wanneer hij afkoelt. En in de ijskast wordt hij sowieso ook nog wat dikker. Dus deze kan aan de kant. Wat we nu gaan doen is hem overgieten. In een platte schaal, zodat hij goed kan afkoelen.
het ruikt zo ongelooflijk lekker. Nou, hij zit erin, dan mag hij afkoelen. En zoals jullie zien is hij niet zo groen meer van kleur als in het begin. Dat komt omdat je de ei toevoegt. De ei is natuurlijk een beetje gelig, dus die haalt iets van de groene kleur weg. Wat je nou kan doen, is een klein beetje kleurstof toevoegen als je dat wilt. Dat hoeft natuurlijk niet, hij is zo ook gewoon prima. Maar als je hem net zoals ik nu bijvoorbeeld gaat gebruiken voor Halloween, vind ik het wel leuk als hij een beetje gifgroen is. Dus kun je een druppje kleurstof toevoegen als je dat zou willen. Nou, hij mag nu ongeveer een half uurtje, drie kwartier afkoelen. Daarna gaan we hem in van die leuke potjes doen. En dan mag hij in de koelkast. En in de koelkast is dan ongeveer 2 weekjes houdbaar. Als je de potjes steriliseert, dus kookt in de pan met water, is die nog langer houdbaar. Dit is een lemon curd die ik al heb gemaakt. Het wordt een stuk dikker als die afkoelt. En als die nu in de koeling gaat, dan wordt die nog wat dikker. Dus ik zou zeggen, probeer zeker een keer zelf lemon curd of lime curd te maken. Probeer het ook een keer met sinaasappel of grapefruit. En laat me vooral weten hoe dat werkt. Want dat heb ik zelf ook nooit gedaan. Dus ik ben heel nieuwsgierig. En laat me weten wat je vindt in de comments. Doei!